Nou, Gordon maakt weer vrienden. Heb nou echt ruzie met iedereen. Zeg, jongen, jongen, eerst helpt hij de toppers om zeep. Dan mag die bepaalde leeuw niet over Gerard Joling praten. Hebt die Gerard Cox lekker de grond in gestampt? Je gaat toch niet over Gerard Cox zeggen dat het een oude poedel is met heupdysplasie? Dat heb je niet gezegd. Marco Bezato, heeft hij ook een ruzie mee? He? Zijn buurman, heeft hij gezegd. Nou, ik snap niet dat Leontien nog in hem ziet. Het is zo'n saaie, contactgestoorde lul. Dat kan je maar niet helpen. Gordon is van oorsprong is die Markoopman. En die heeft geleerd om binnen 5 seconden te zeggen waar het op staat. Je kan niet duidelijk genoeg zijn. Nee, maar als ik over jou zeg dat je een nekschot verdient. Dat is duidelijk, want dan snap ik dat ik mijn kop moet maar houden. Maar dat kent toch ook anders? Ja, wat nou anders? Anders? Oh ja, anders. Lieverd, gezien het belang van onze relatie en gezien de enorme hormonenstroom waar jij op dit moment middenin zit, mag ik je vriendelijk toch dringend verzoeken iets meer openheid en humor te betrachten? Begrijp je nou wat ik bedoel? Nee, wat bedoel je dan? Dat je iets wat moet doen aan die chagrijnige grafbakkers van je. Oh, nou, dat vind ik bijna niet meer leuk.